Deze plek, waar niet lang geleden nog melk en toetjes werden gemaakt, het Campina-terrein bij het Eindhovens Kanaal, wordt straks een mix van wonen, werken en recreatie. 700 appartementen komen er, in alle soorten en maten. Met een woontoren, veel horeca en kantoren. Een randcentrum woongebied waarin op een hele veelvormige manier gewoond, geleefd, gerecreëerd, gewerkt kan worden. Dus een gebied met een heel heterogeen karakter waar dag en nacht eigenlijk leven is. Belangstellenden kregen dit weekend uitleg over de plannen en konden meedenken. Van omwonenden, oud-Campina-personeel tot de lokale groeivereniging. Ik vind het zelf ontzettend leuk wat er gebeurt. En heel mooi, wat ik gezien heb. Maar ja, alle belangen moeten natuurlijk vertegenwoordigd worden. Er worden denk ik een aantal duizenden roeibewegingen gemaakt in het kanaal. En dat is, maakt natuurlijk wel zorgen dat als er dan ongecontroleerd, dat is eigenlijk het woord denk ik, gevaren wordt op het kanaal, dan kunnen er gewoon ongelukken gaan gebeuren. Wij hebben een huis gekocht bij het nieuwbouwproject Augustus. We wonen nu in Utrecht, we komen terug naar Eindhoven en willen ons laten informeren wat er in de omgeving gaat gebeuren. Ik heb, wat is het, 25 jaar geleden voor Campina gewerkt. En Campina-terrein is eigenlijk altijd wel zeg maar, een bijzondere omgeving geweest. Dus ik hoorde dat en heb gewoon interesse om te zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Het industriële erfgoed, de nieuwbouw-hoogbouw en de nieuwbouw-laagbouw-woningen. En met die drie families creëren we ook een bepaalde rust in het plan om meer nadruk te kunnen gaan leggen naar de toekomst op het industriële erfgoed. Waar dus de daadwerkelijke levendigheid en dergelijke naar plaatsvinden. Ik denk dat Eindhoven zich volledig op strijp heeft gericht. Zich nu op het mooie Campina-terrein gaat richten. Ik denk dat voor Eindhoven en voor deze kant van Eindhoven wel zeer positief is. Ja. De ontwikkelaars willen het industriële erfgoed van het terrein benadrukken. En dat gebeurt dus met het opknappen van gebouwen, maar ook met het telen van voedsel. De horeca die hier zit en de manier waarop hier op een nieuwe, duurzame manier voeding wordt gemaakt, dat is nu al aan de gang. Dat kun je hier ook proeven vandaag en elke dag. En dat blijven we hier doen en dat gaan we verder uitbreiden. Ik vind ze echt heel mooi. Met name zeg maar, het combineren van het industriële, het oude gedeelte zeg maar, van Campina samen met een stukje toekomst, een stukje groen. Nou, dat vind ik echt ik hou daar wel van. Aan de kant van de rondweg komt een groot parkeergebouw op het terrein voor automobilisten en fietsers. In 2025 moet de herontwikkeling klaar zijn.